Ik ben Joke de Vink en ik bezoek vandaag de Poelbergsite in Tielt voor de eerste keer. Geachte meester, ik verklaar dat mijn zoon Frans naar klas niet heeft kunnen komen, daar hij met de tractor heeft moeten rijden. Beleefde groeten, de meulemeester Fons, meester Gabriel. En Gabriel kan vandaag niet naar school komen, hij moet aardappelen rapen. Nee. Eerst was dit geen schoolgebouw in 1840. Dat was een boerderij waar kinderen les konden volgen. En dan is zuster Angelica van de Zusters van het Geloof van Tielt naar de Poelberg gekomen om er de kinderen te leren kantklossen. Ik heb de site net bezocht. En buiten dat het hier een fantastisch uitzicht is, vind ik het ook een heel mooi voorbeeld van wat architectuur kan doen met een historisch gebouw. De architect Dirk de Meijeren heeft het heel, heel mooi gedaan. Ze hebben er ook nog niet alleen, architecturaal een nieuwe look aangegeven, maar ook een nieuwe invulling. Dit is een bezoekerscentrum en mensen kunnen gaan kijken hoe het leven was in het klooster, hoe er lesgegeven werd, hoe de nonnen hier leefden, hoe de kinderen zich hier ontwikkelden. Er komt ook heel veel licht binnen. Het is gewoon heel mooi gedaan.